het Nederlandse onderwijs en de maakindustrie. Ja, en welke maakindustrie hebben we het dan over? Over alles wat te maken heeft met roestvrij staal bijvoorbeeld. Ja. Het maken van installaties. Wat is daar bijzonder aan? Qua milieu? Qua milieu dat je dus van deze nuloptie, faciliteit, kun je er in de wereld duizenden neerzetten. Ja, dat hebben wij geprobeerd in Amersfoort. Wij hebben dat met meneer Van Rooij hebben dat een demonstratie gegeven aan het gemeentebestuur. Men was hoog geïnteresseerd en voor de rest deed men er niks mee. Zo is dat. En nu komen we weer bij de belangen die erachter zitten. Ja. En... Dus de beste standaardtechniek is niet in het belang van het gevestigde systeem. Nee. Die verdienen daar heel veel geld aan, zoals het nu gaat. En uit de gevolgen die zij veroorzaken, verdienen ze in de toekomst ook meer geld. Ondanks de wetten van Europa, hè? Ondanks de IPPC, de Europese wet, die voorschrijft dat in elke milieuvergunning de huidige beste standaardtechniek op het terrein van emissies naar lucht, water en bodem, ja, dat die moet worden voorgeschreven. Ja, voorgeschreven, maar niet toegepast. Dat blijft. Ja, voorgeschreven in vergunningen. En dan moet het wel worden toegepast. Ja, en dat gebeurt alsmaar niet, hè? Nee, dat als die technologie niet bestaat, dan kun je ook zeggen, ja, wij roeien met de riemen die we hebben. En wij gaan voort op de manier zoals we bezig zijn. Wat ik zie, ook in mijn eigen procedure bij de Raad van State, hè? Nou, de wetten worden verbogen als vermicelli. Het heeft niets met recht te maken, het is uitsluitend macht en belangenverstrengeling. En ja, hoe je daar doorheen kan kachelen. Wij doen ons uiterste best via dat internet, en dat is echt behoorlijke invloed toch, om dus de waarheid hier en daar eens een beetje naar boven te krijgen. Ja, en de corruptie bij de rechtspraak, advocatuur, het is vreselijk om te zien hoe mensen moeten vechten, en daar bent u er één van, ja, tegen ambtelijke machtsmisbruik, machtsmisbruik, tegen corruptie, ja, belangenverstrengeling, nou noemen we het gezwendel maar op. Ja. En alles is erop gericht voor de staat om de toegang tot het recht voor kleinere groepen en particulieren, om dat dus zo moeilijk mogelijk te maken. Ja. En daarvoor leent het bestuursrecht in Nederland zich uitstekend. Zelfs fraude door de minister van Justitie, de huidige, valsheid in de schriften door de huidige minister van Justitie, Donner, speelt geen enkele rol, ook niet om het kabinet onderuit te halen. Men is zo ontzettend blij dat men nog een paar jaar te gaan heeft, dat men dus de kans neemt gewoon om te slopen en ja, te verdraaien. Nee, om macht te misbruiken. Ja, helder. Tot in het oneindige. En er is maar één weg die leidt tot een opheffen van deze situatie. En dat zal zijn dat de pijn voor de burger en op allerlei manieren in de vorm van ziektes, in de vorm van sociale onrecht en sociale onrust en werkloosheid, ja, dus het teruggaan van de welvaart, dat is het enige wat zal leiden tot een verandering van dit systeem. En die pijn, die algemene pijn, moet toenemen, dat zijn de letterlijke woorden van Ginjaar, dokter Leendert Ginjaar, als milieuminister, die hier in 87 al de nuloptie kon bewonderen en die zei tegen Nevels het volgende: dus je technologie is veel te vroeg, 25 jaar te vroeg, maar maak je geen zorgen, de pijn zal toenemen en zal collectief worden en dan word je erkend. Ik denk dat u ongelijk, gewoon groot gelijk, maar een van die pijnpunten zal zijn het voorstel van minister Dekker van Vrom, ook uw tegenstander, wat het milieubedrijf betreft, maar ook wat de huren betreft, om de huren te verhogen. En met name bij de mensen die al helemaal niks meer hebben. Die pijn, die zal waarschijnlijk gaan escaleren tegen, ja, tot halve revolutie, hoor. We zien het, de Pim Fortuyn is dus door een grote groep Nederlanders tot beste van het
de beste Nederlander, de grootste Nederlander uitgeroepen. En men wil dit signaal vanuit de gewone burger nog steeds niet oppakken. Nee, want hij was namelijk de grootste Nederlander die het grootste oor had naar de bevolking. Niet dat hij dus zijn prestatie buitengewoon was, nee, hij had het grootste oor. Juist. En dat is met die verkiezing naar voren gekomen. Ja. En men wil gewoon nog steeds niet luisteren. Ja. Kom, we gaan naar de groeiende regen kijken. Goed zo. Zo. Heet over. En hier wordt afval tot hoogwaardig product voor de verwerking en recycling in stelling gebracht. Goed. Vertel. Zal ik het even vertellen? Kijk, in deze zogenaamde grijnenoven, daar smelten we kristallen van zuiver zilver, ja. Smelten we en we maken daar dus ronde korretjes van, zogenaamde grijnen, die dus in de industrie als zodanig worden gebruikt. Want dat is dus zeer zuiver zilver, dat is zo zuiver dat je kunt zeggen dat het 99,99% zilver wordt. Op een miljoen zilveratomen zitten maar 100 vreemde atomen. Wauw. En hoe heet? We hebben daar in die smelkroes hebben we nu ongeveer 80 kilogram vloeibaar zilver in zitten. Dan plaatsen we dus een zeef in dit kleine oventje, het warmhout oventje. Dat komt ook af en toe voor, ja. Zowel. Uit de printindustrie
uit elektronica, daar komt dus behalve zilver, koper, goud, platina, palladium, de zeldzame aarde, alles is eruit terug te winnen. En dat is helemaal in overeenstemming met de nuloptie. Het is namelijk de weg terug van de complexe afvalstoffen zoals elektronica afval naar eenvoudige, zuivere grondstof. Oké. Oh, wat een fantastisch gezicht is dat, zeg. En die heren, ik loop even rond. Gewoon, voor de aardigheid. Deze meneer die staat goed afgeschermd tegen de hittestraling. En staat dus in het water te roeren om de korreltjes zilver goed los te krijgen. Vloeibare zilver druppelt in koud water. En daardoor krijgt de korrel, ja, ze loopt maar door. Dit moet een godsvermogen zijn. Het is toch schandalig dat men deze mooie technologie, die dus de weg terug betekent van alles naar een gouden grondstof, in Limburg kapot willen maken. Ja, dat heb ik begrepen, ja. Alleen maar vanwege belangenbestrijding. Alleen vanwege belang. Dus de innovatie die hierachter zit en de wetenschappelijke kennis is immens. En dat wil men in kennisland Nederland toch omzeepen. Ik heb begrepen dat dus in Amerika de afvalindustrie de tweede of de derde groot is in de economie. Qua omvang. Ja, dat zou je in een hele Europa ook moeten kunnen zeggen. En dat zou kunnen steunen op de nuloptie. Ja? En de nuloptie kan kleinschalig op honderden plaatsen worden ingezet. Ja, heb ik begrepen. Zo, jongen. Wat een hitte. De straling is geweldig. Die mensen staan niet voor niks in die pak, hè? En daar gaat hij weer. Dat is ook weer 80 kilo, hè? Ja, volle en nog. Wat een toeval dat ik vandaag hier kom. Om het eens van boven te voeren. Hoewel, dat is eigenlijk al gebeurd. In feite laat je het zilver gewoon in het water vallen, hè? In feite bouwt dat maar op een bepaalde manier, zodanig dat dat niet aan elkaar klompert, bouwt dat in die vloeistof. Ja. Kunnen zeggen dat u ook een van de oude alchemisten bent? Nou, ik beschouw mezelf wel als een van de ontwikkelaars van modernere technologie op basis van de basischemie. Ja, ja. En ik heb dit kunnen ontwikkelen in een tijd dat er geen hinderlijke regels bestonden. Die ontwikkeling op dit moment, of nu nog, volkomen onmogelijk maakt. Ja, ja. Dus daarom is die technologie eigenlijk 25 jaar geleden in stilte ontwikkeld. Dit is uniek in Nederland. Nergens gebeurt dit op deze manier. Wordt deze technologie, wat ik hier zie, ook elders in de wereld nog toegepast? Nee, die is hier ontwikkeld. Daar is mij geen enkel drijvende
bekend waar dit op dezelfde manier wordt gedaan. En dit is alleen nog maar de eindfase van een serie bewerkingen die dus door de nuloptie internationaal via patenten is geschreven. Ja, ja. Maar die wordt nergens toegepast. Dat is geloof ik de laatste emmer. En dan hebben we 300 kilo zuiver zilver in het water liggen. En er zijn maar weinig mensen die zilver in het water gooien. Maar hier gebeurt dat. Ups. Ja, dat weegt goed. Zetten zodat iedereen kan zien wat jullie eigenlijk presteren. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. We zien nog een van terug. Ja, waarschijnlijk wel. Ik hoop op warmte van het internet laten afschrijven zoals ze daar zo kunnen bekijken zijn. Ja, hoe heet je? Ik Jean. Wat? Hoe? Jean. Oh, en verder? Gabriel. Oh, Gabriel. En jullie? Ik ben Ton Hulkens. Ja, Ton Hulkens en? En Theo Hulkens. Theo, ja, jullie zijn broers? Nee. Ah. Nee, maar dat komt toch. Oké. Ja, tot ziens. Dank. Zo, nou hier staat dan het product wat we in het water hebben zien vallen. Dat zijn korreltjes zilver, zuiver zilver, 99,99% zuiver. Wat hieronder staat is ook chemisch afval geweest.
en is nu volkomen ongevaarlijk. Ook kunst en gebruiksvoorwerpen kun je ervan maken. Een toepassing van het obsidiaan, die zwarte, dat zwarte materiaal. Dat is obsidiaan. Ja. Dat is ook die blok. Hè. Dat blok is allemaal ook obsidiaan, maar het is geslepen. Dat is dan, dat kun je, dat is polijstbaar. Zo ziet het er ruw uit. Dat is de weg. Zo doet de natuur het ook. En dit, wat is dit? Dat is die metaallegering die ten grondslag ligt aan dat wat je hebt zien maken tot kors. Ja. Dit is de legering. Daar zit dus ook zilver in. 70-80% zilver. Zo. He? Nou, en dan hebben we hier. Zitten andere metalen. Er zitten hier kleine steentjes, dat kun je gebruiken als bouwmateriaal. Nee, maar dat is een half edelsteen als obsidiaan. Obsidiaan is een half edelsteen. Ja, obsidiaan is dus in principe natuurlijk glas. En natuurlijk glas wordt gemaakt door bepaalde vulkanen die het slip dat op de oceaanbodem ligt. En het slip is dus eigenlijk het ultieme afvalproduct van de natuur. Dat slip dat wordt door vulkanen gesmolten. En daarbij splitst de materie zich weer in drie componenten. Dat is, wij noemen dat chemische differentiatie. Ja. En dat gebeurde vroeger bij de vorming van de aarde ook al. Dat gebeurt nog steeds in die vulkanen. En daarbij ontstaan drie soorten verbindingen. Drie families van stoffen. Namelijk gassen, door de vulkaan uitgebraakt. Lava of obsidiaan. In sommige gevallen, wanneer het snel afkoelt, wordt het obsidiaan. Ja. Wanneer het langzaam afkoelt, wordt dat basalt of graniet. En een metaallegering, en die zakt naar de kern van de aarde, waar die metaallegering al sinds mensenheugenis steeds dikker wordt. De ijzerkern van de aarde. Ja, ja. En dat proces, wat die vulkaan doet, met het ultieme afval van de natuur, dat doet de nuloptie met het ultieme afval van de menselijke samenleving. En dat is in wezen dus precies hetzelfde. En daarom kan die menselijke samenleving in principe duurzaam zijn als die de nuloptietechnologie volgt. U had net een opmerking dat dus het ontwikkelen van nieuwe technologie in Nederland vrijwel onmogelijk werd gemaakt, zelfs aan universiteiten. Ja, zegt dat dus wat over. Het is zo dat als je dus nieuwe technologieën probeert te ontwikkelen, dan ontkom je niet aan het feit dat je als onderzoeker bepaalde risico's moet nemen. Want je bent met dingen bezig die nog onbekend zijn. Ja. Nou, dat houdt in dat je dus die ontwikkeling moet je zo sturen dat met die risico's er toch geen ernstige zaken kunnen plaatsvinden, ongelukken. Kun je misschien niet helemaal uitsluiten, maar als je alle risico's van tevoren probeert uit te sluiten met regeltjes, dan krijg je natuurlijk niks meer klaar. Nee. En daarom kunnen in grote bedrijven geen ontwikkelingen meer plaatsvinden. En is het zelfs zo dat in de laboratoria van universiteiten de onderzoekers, als ze de regeltjes toepassen, niets meer kunnen ontwikkelen. Dus moeten ze ongehoorzame burgers. Ze moeten dus de regels min of meer opzij zetten, hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En dat is cruciaal voor onderzoekers. Ja. En daardoor ontwikkelen ze dan nieuwe dingen. Goed. Dat is door de regelgeving zoals die vooral in Nederland is ontstaan, gemaakt door een wezen onkundige mensen, is daarmee de doodslag voor de ontwikkeling van nieuwe kennis. Wat wilt u met die nuloptie? Want die kunnen we zo noemen, de techniek die u dus hebt ontwikkeld en die dus een schone belofte lijkt te zijn voor de toekomst qua milieu, qua herwinning, qua recycling. Wat zou u wensen dat met die technologie, die nuloptietechnologie, nu gaat gebeuren? Ik heb altijd gewenst dat als blijkt dat die nuloptie inderdaad werkt, en zover heb ik het gelukkig kunnen brengen, hij is gepatenteerd, bewezen, en ook door derden dus bewezen, dus niet alleen door
dat ik dat beweer, maar dat is door uitmetingen is dat gebleken van alle mogelijke instituten. Nu die nuloptie is bewezen, wens ik eigenlijk dat die dus wordt ondersteund als model, want het kan een kleinschalige technologie zijn voor niet meer dan 10.000 ton per jaar. En dat die kleinschalige technologie de complete afvalmix van de moderne maatschappij zodanig verwerkt dat er niets anders uitkomt dan weer eenvoudige, bruikbare grondstoffen. En dan hebben we dus bereikt dat de samenleving duurzaam kan zijn en dus het milieu niet zodanig vergiftigd dat uiteindelijk deze samenleving moet verdwijnen. We hebben nu dus een probleem met geurtjes en spuitbusjes en zo, waar een heleboel heisa over wordt gemaakt in de media. Hoe zit het met Milieudefensie en met Greenpeace? Zijn die niet op de hoogte van wat u doet? Deze organisaties die worden in leven gehouden met subsidies. Van wie? Van dezelfde groepen mensen en van dezelfde organisatie die uiteindelijk bepaalt of een technologie wel gewenst is of niet. En dat hangt dus af van of een bepaalde groep mensen aan een bepaalde zaak voldoende geld kan verdienen. Dat is elite zelfbestuur. Dat is zo, zou je het kunnen noemen. Goed. Ik heb begrepen dat hier nogal wat strijd wordt gevoerd met overheden. En laat ik daar neutraal in zijn om te zeggen wie nou precies. Maar het behoud of het implementeren van die nuloptie technologie in Nederland met naar mijn smaak ook fiscale opbrengsten voor de Nederlandse schatkist. Ontzettend veel economische meerwaarde kun je zeggen. Ja, want ik heb begrepen dat in Amerika nu al de milieuafvalzorg en de verwerking van afval, dat ongeveer de derde poot is in de hele Amerikaanse economie qua omvang, qua geldstromen. Dat is ongelooflijk. Je praat dus over heel veel miljarden, honderden miljarden in de Amerikaanse economie en volgens mij tientallen miljarden in de Nederlandse. Of zie je dat verkeerd? Nee, u ziet dat precies, u ziet dat zeer juist. De economische waarde en de economische geldstroom, de geldstroom die te maken heeft met alles wat met milieu te maken heeft en denk ook aan de gevolgen van slecht milieu en het voorkomen daarvan. Dat is waarschijnlijk de allerbelangrijkste geldstroom in de totale economie. Ja, ik verbaas er mij niet over dat het binnen een generatie duidelijk is dat deze geldstroom de belangrijkste is. Dat zal niemand nog onderschrijven totdat we het echt gaan onderzoeken. Want het betekent het overleven van de mensheid. Of niet? Precies. En dus is het inderdaad de belangrijkste. Ik heb er nooit zo tegenaan gekeken, maar ik geloof dat u gelijk hebt. U hoeft alleen maar te kijken naar de grafieken die aangeven hoe de kosten stijgen van allerlei zaken die met slecht milieu te maken hebben. En dan hoeft u maar te kijken naar bijvoorbeeld de gevolgen van het diffuus vervuilen, waar we druk mee bezig zijn, van alle basisgrondstoffen. En dan noem ik bijvoorbeeld cement of bakstenen. In België zijn duizenden huizen op het ogenblik, die zijn gebouwd en men noemt dat tegenwoordig plofstenen. Die vallen nadat de mensen het huis gekocht hebben en een dure hypotheek hebben aangegaan, vallen 's nachts met een plof stukken baksteen uit de muren, omdat in die bakstenen zijn ook afvalstoffen verwerkt. En datzelfde geldt voor de cement, dat geldt ook voor schroot, et cetera. Dus allerlei problemen met metalen, beton, rot, andere betonziektes, allemaal ontstaan doordat wij alle basisgrondstoffen, trouwens ook ons voedsel, diffuus vergiftigen. En als je de kosten daarvan betrekt bij
deze benadering van wat betekent een goed milieu, dan moet je tot de conclusie komen dat de geldstroom die te maken heeft met alles wat met milieutechnologie te maken heeft, dat wordt de allervoornaamste die er is. Ik heb begrepen dat wij als Nederland zelfs technologie exporteren van bij hoogovens, bij korens ontwikkelde korrels die tot bakstenen of bouwstenen worden gemaakt. En het is maar de vraag in wat dat voor effect heeft, zoals u dat net zegt met die plofstenen, de chemische werking in dat soort steen in de loop der tijd. Gaan die gebouwen die dus nu in China, zeg maar, met die baktechnologie, ik weet niet precies hoe dat heet, maar je kunt het op de website bij de SDN wel zien. Wat gaat er met die stenen gebeuren? Gaan die gebouwen in elkaar storten na verloop van tijd, ja, vanwege de werking? Ja, dat is één aspect. Daar weten we onvoldoende van af. Wij hebben daar geen tijd voor gehad om dat te ervaren. Wat zonder meer duidelijk is, dat is dat als stoffen niet op een goede manier de kans gekregen hebben om te differentiëren in stabiele verbindingen, zoals dat in een vulkaan gebeurt, ja, dan blijf je altijd zitten met producten die in de toekomst waarschijnlijk sterke uitloging te zien kunnen geven en daar dus op langere termijn een bijdrage leveren aan de complete vervuiling van het ecosysteem. Een werknemer van Corus, zeker Robert Kaalman, die heeft zware gezondheidsschade opgelopen door in dat laboratorium, dus het illegaal laboratorium van Koort of Hoogovens geweest, waarin hij dus die recepten klaarmaakte om die kunststeen, die kunstkiezel, om dat te maken. Aardeliet of zoiets heet ja, dat geloof. Ja, aardeliet heet dat. Ja, ja. Nou, in ieder geval, die man is dus dood en doodziek vanwege de chemische stoffen die hij heeft ingeademd en op zijn huid heeft gekregen. En hij zit nou op een minimuminkomentje in de WHO. En het gekke is dat ze dus nu nog proberen die man weer uit de WHO te krijgen om hem zogenaamd weer een baan aan te bieden. Nou, het is van de gekke wat er dus in sommige dingen van de industrie gebeurt. Of dat nou DSM is, of dat nou Hoogovens is, of noem maar op, ook de afvalindustrie van de computers, dat ligt er ook niet om. De computerafval behoort tot de meest complexe en problematische afval die de mens maakt. En het duurzaam verwerken daarvan, dat gebeurt in principe nog nergens. En de nuloptie is daar de enige methode voor. En ja, dat zal de toekomst uitwijzen. Goed, hoe kunnen wij die nuloptie door de strot van deze ja, zeer weerspannige overheid duwen? Want je hebt het over weerspannigheid, niet over intelligentie of verantwoordelijkheid. Nou nee, je hebt het over belangen. En belangen, dat geldelijke belangen, daar draait alles om. En tegelijkertijd onkunde bij de democraat. Wij leven toch in een democratie? Nee. Ja, dat denken we. Wij zouden in een democratie moeten leven. En dat is niet zo, omdat de democraten namelijk niet objectief op de hoogte worden gebracht van de feiten. Ja. Dus wij hebben een absoluut gebrek aan objectieve meningsuiting. En dat zie je in de huidige maatschappij ook, dat objectieve informatieverschaffing en het uitwisselen van meningen objectief over feiten, daar ontbreekt het aan. En als de democraten dus objectief worden voorgelegd, zullen ze die besturen kiezen die zorgen voor een duurzame samenleving. Het is helder. Een oplossing daarvoor heb ik zelf een keertje bedacht. Dat is namelijk Kamerzetel 151. Waar burgers een paar minuten inspreekrecht krijgen in de Tweede Kamer. Op televisie, in het vragenuurtje. Om onderwerpen, zoals die van de nuloptie. Maar er zijn duizenden onderwerpen. Om die gewoon naar voren te brengen. En dan in een televisieprogramma later in de week de regering en parlement ter verantwoording te roepen met wat zij met onze opmerkingen en aanmerkingen en oplossingen hebben gedaan. Dat zou een mogelijkheid zijn. Ja, en dat is een van de
methodes naast het internet wat wij dus gebruiken en de cd's en de dvd's die we maken, om dus de kennis, milieukennis, sociale kennis, monetaire kennis, economische kennis, wetenschappelijke kennis in het algemeen, om die verder te krijgen dan de kamergeleerden die dus ons de belanghebbende maatschappij naar de knoppen helpen. En daar hebben wij zich in dit geval naar Balkenende, die echt niet weet waar die mee bezig is. Ik vermoed dat Balkenende wel van goede wil is. Ja, maar hij weet niet. Maar hij moet geïnformeerd worden vanuit onderop door zijn ambtenaren. En als de ambtenaren dus op hun beurt door lagere ambtenaren verkeerd zijn geïnformeerd en een beleidsmaker, zoals een minister of zelfs ook Balkenende, kunnen op persoonlijke basis niet beschikken over voldoende vakkennis, en dat is bijna onmogelijk, dan krijg je dus beleid dat dus wordt gemaakt op basis van foutieve informatie. Ja. En dat beleid leidt tot een catastrofe. Goed. Nou, wij zullen er alles aan doen om, zeg maar, deze milieutechnologie naar voren te krijgen. We, op het Sociaal Forum hebben wij dus een stand. Daar stellen wij mensen die het bezoeken een CD-ROM ter beschikking. Daar zullen een heleboel zaken op te zien zijn. Onder andere de techniek die de epigemie met de nuloptie doet. En die demonstratie met dat potje met zilver. Ik kijk er nog een keertje naar. Dit hier zo. Dit is toch een juweel van wetenschappelijke kennis. Laten we daar nou eens lagere, hogere, midden, alle overheden van in kennis stellen en ook Europa op de hoogte brengen van het bestuurlijke manco wat in Nederland op dit gebied bestaat, terwijl dat toch uiteindelijk de toekomst is voor onze kinderen, onze kleinkinderen en heel veel generaties daarna, als we het milieu niet verzieken waar we allemaal aan ten onder gaan. Meneer Nevels, mag ik u bedanken voor deze zeer duidelijke stellingname over het milieu waarin wij leven. Dank u wel. Graag gedaan. Ik kan nog één ding toevoegen. Op dit moment wordt door een student die afstudeert aan de Universiteit in Eindhoven onderzoek gedaan naar de bijzondere toepassingen van het obsidiaan verkregen uiteindelijk als de weg terug van een complexe mix van afvalstoffen zoals die door de nuloptie wordt afgelegd. Oh ja, heb ik nog één opmerking of één vraag eigenlijk. Al die oude vieze vuilstortplaatsen in het hele land, we hebben er meer dan 6000. Wat kunnen we daarmee met die nuloptie? Als er vuilstortplaatsen zijn waar het gaat om afval dat in de loop van de tijd in de natuurlijke afbraakprocessen niet kan worden afgebroken, en met name gaat het dan om zware metalen van bepaalde soort, dan kan dat materiaal worden gewassen en dan kunnen de slibben uiteindelijk via de nuloptie dus worden teruggevoerd tot obsidiaan en dus zuivere metaal. Dus elke gemeente zou eigenlijk zeer geïnteresseerd moeten zijn in het toepassen van een lokaal nuloptietechnologietje. Lokaal kan de nuloptietechnologie in een regio, ik zou niet zeggen per gemeente, maar in een regio zou de maatschappij zijn eigen afval op een duurzame manier in zijn eigen gebied moeten kunnen verwerken. En dat is nu juist de sterkte van de nuloptie. Kleinschalig, zelf zorgen dat je afval duurzaam wordt verwerkt. En over heel de wereld toepasbaar. En over heel de wereld toepasbaar in moderne staten, maar ook in ontwikkelingsgebieden. Goed. U was er eens helder. Bedankt. Graag gedaan. Eeuwige